Hallo allemaal, mijn naam is Sandra en vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dit mapje heb gemaakt met de enveloppenmal van Studio Light. Ik had hem laten zien in de groep dat ik ermee bezig was en nou ja, daar kwamen toch wat vragen voor een werkbeschrijving. Nou is een werkbeschrijving vind ik wat te veel werk op dit moment, maar een filmpje dat lukt wel. Dan hoef ik niet steeds foto's te maken, te typen, noem het allemaal op, kan ik hem in één keer maken dus, en laten zien aan jullie. Ik zal hem eerst even laten zien. Het is dus gemaakt van de enveloppenmal en dat is deze mal van Studio Light. Ook dat je hem kan zien, deze mal met de Japanse sluiting. Nou, dit is met de geschulpte rand. Je hebt hem ook met een rechte rand. En ik zal even het nummer laten zien. Het is de CLESCD36. En hier zie je die andere met die rechte hoek, zeg maar. En ik heb dus deze gebruikt, de 36. Ik heb een sluitingje ook gemaakt. Nou, die mal die zit er natuurlijk ook bij. Dat is deze mal. En die zit er ook bij. Dat is deze mal. Gaat die open en open. Nou, dit heb ik laten zien. Nu heb ik hem helemaal afgemaakt. Aan de linkerkant heb ik twee pockets gemaakt. Nou, hier heb ik weer deze titelmal eigenlijk. Hè. Hier kun je een titeltje in doen. En het zijn gewoon twee pockets waar twee kaartjes in zitten. En aan die kant ook. Eigenlijk heb ik dat niet helemaal versierd, maar je zou daar ook nog een boekje in kunnen doen of foto's of wat je ook leuk vindt. Nou, er zit hier nog een. Dit is een halve envelop, ga ik zo laten zien. Ook hier zit een kaartje in met een fotostempel, die gebruik ik wel vaker. Hè? Dat is even kijken waar die is. Deze stempel. Deze. Fakumi Japan. En ik heb deze keer het tickethoekje gebruikt. Om die hoekjes te maken. Dus weer eens wat anders dan die sleufjes. Zo. Stukje weer maken. En dan zit hier een kaart in. Ik ga jullie vandaag alleen laten zien de basis hoor. Ik ga niet laten zien hoe ik de kaart gemaakt heb. Ik heb hier gewoon een slimline kaart in gedaan. Ik ben eigenlijk niet zo van kaarten maken, maar goed. Maar goed, ik laat vandaag gewoon even zien hoe ik de basis in elkaar gemaakt heb. Dit is de kaart die ik erin gedaan heb. Ik heb er een shakerkaart van gemaakt. Ik heb uit een stukje papier. Ik heb deze ook hier uit deze mal gehaald. Dat zijn die geschulpte randjes. Dus deze en de grotere maat. Dus uit kraft grotere maat. Met de bloemen kleinere maat en een basiskaart. Daar heb ik niet deze voor gebruikt, maar een eigen kaart gesneden in het crème. En ik heb daar letters uitgestand, verhoogd opgeplakt en er een shaker van gemaakt. Love Notes, zo heet het papier ook. Hier wat envelopjes. En hier een strikje. Kaartje eraan, noem het maar op. En dat gaat hierin. Maar goed, ik ga vandaag niet laten zien hoe ik deze kaart gemaakt heb. Maar wel hoe ik de basis gemaakt heb. Nou, hier een touwtje aan. Daar heb ik een labeltje aan, een beveltje aangehangen. En dan aan deze kant heb ik gebruik gemaakt van deze mal. Dat is ook een mal van Studio Light. Dat is met pockets. En dat is de CLESCD38. Dat is deze mal. En ik vind hem zo leuk dat ik denk dat ik deze ook nog ga bestellen. Denk ik zomaar. Nou, op de achterkant staat ook hoe je hem in elkaar moet zetten. Dat staat bij deze ook. Dus dat is wel ideaal dat je weet hoe je de envelop in elkaar zet. En die heb ik dus hierop geplakt. En hier zitten eigenlijk allemaal kleine dingetjes in. Nou, dit is een kaartje. Dat is deze. Die zit hierbij. Dus dat is dit kaartje. En dan gaat deze bovenop. En ik heb hem in plaats van liggend, heb ik hem rechtop staand gemaakt. Ik heb er een gaatje erheen geprikt. En dan ga ik dit even terugstoppen. Ik zal straks even laten zien welke standjes ik hier allemaal voor gebruikt heb hoor. Het is best leuk om even te zien
denk ik. En hier, dit is de andere. Dat is deze. En hier zou je wat op kunnen schrijven. Dat is dan weer deze mal. Eerst draai je die uit van het basis. En dan leg je die met deze erop. Deze snijdt. En deze embost. Hopstakee. Nou. Die gaat hierin. Straks zal ik even laten zien wat ik nog meer gebruikt heb voor malletjes en stempels. Hoe heb ik dit gemaakt? Nou, je hebt best wel wat papier nodig om de basis in elkaar te steken. Dus er gaat best wel veel. Ja, in mijn geval heb ik kraft gebruikt. Wat heb je nodig? Je hebt sowieso nodig 4 keer die envelopmal. Dat heb ik uitgedraaid. Dat is deze. 1, 2, 3, 4 keer. Dat is deze mal. Deze. Die heb je 4 keer nodig. Die draai je dus 4 keer uit voor dit project. Dit soort projecten vind je wel meer online hoor. Dus als je een beetje gaat googlen en een beetje gaat kijken, dan vind je best, kom je best leuke ideeën tegen. 4 keer deze. Dan van deze heb ik ook nog 4 keer de sluiting gemaakt. Dat is deze. Dus die draai je ook 4 keer uit. Dan heb ik deze, de rondjes heb ik 3 keer uitgedraaid. Dan krijg je 6 rondjes. Die heb ik hier. 6 rondjes krijg je dan. Dus die draai je 3 keer uit. Dan heb ik deze mal, de buitenrand, 2 keer uitgedraaid. En dan maak je zelf uit je papier snijden een stuk van 21,5 keer 12,5. En je snijdt een stuk van 21,5 keer 13. Dus 21,5, 12,5, 21,5, 13. Wil je nou, want een A4 is natuurlijk 21. Dan moet je even alles inkorten naar 21. Dan moet je deze ook inkorten naar 21. Dus haal je dan een halve centimeter af. Dat kan. Worden wel deze pockets dadelijk ook wat smaller. Maar goed, dat zie je vanzelf. Dat heb je nodig. En dan nog eens 4 kleine strookjes van 10 keer 2. 4 strookjes van 10 keer 2. Dus ook die heb je nodig. Nou, tijdens het maken zal ik die maten nog wel een keertje zeggen. Dus dat komt goed. Ga ik deze even aan de kant gooien. Oh, hij valt eruit. Zo. Wat heb je nog meer nodig? Nou, je basismateriaal. Een snij- of een rilbord. Altijd handig. Een schaar. 6 mm tape. En dan wat bredere tape. Ik heb in dit geval 9 klaar liggen. Eventueel je mes, je potlood, een liniaal, wat lijm eventueel. En voor de rest zien we het wel als we bezig zijn. Een prikpennetje is handig. Prikpen met een matje. En dan wat lint om mee te sluiten. Maar daar kun je ook touw voor gebruiken als je dat leuk vindt. Ik heb nu wit lint hier klaargelegd. Hier heb ik roze gebruikt. Ik weet niet of ik gezegd had, Paper Heaven Love Notes is het papier. Super lief papiertje vind ik het. Dus, ik ben er super blij mee. Nou, dat is wel een beetje je basis natuurlijk wat je nodig hebt. Even kijken, ik denk dat we dan maar gaan beginnen. Dan gaan we beginnen om 1 keer zo'n envelop in elkaar te zetten. Even alles een beetje aan de kant, zodat het niet 1 grote explosie wordt zometeen. Hopelijk. You never know. Zo, dat leg ik daar neer. Om 1 envelop in elkaar te zetten heb je 2 voorgestanste delen nodig. Dat zijn deze. Dus dat is die buitenrand van die stansmal. Deze is dat. Die heb je nu 2 keer nodig. Dan gaan we dat vouwen. De vouwlijntjes zitten er al in, dus dat is hartstikke fijn. Vouwbeen erbij leggen is altijd handig, hè? Dan maak je een mooie scherpe vouw. En dat doe je met allebei. Zo. En zo. En eigenlijk leg je ze dan zo op elkaar.
dit is de binnenkant, dit is de buitenkant. Dan leg je hem zo, zo en zo op elkaar. Dan kun je er nog voor kiezen om aan de onderkant om hem eroverheen te plakken. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb ze gewoon op elkaar geplakt. Je kan hier ook kiezen om ze eroverheen. Hier ook eroverheen. Dat kan. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem gewoon zo erop elkaar. Je plakt hem eigenlijk als het ware op elkaar. Dus we gaan op al die randjes tape plakken. En daar gebruik ik dus mijn 6 mm tape voor. We gaan gewoon plakken. Zo. En dan aan die kant ook. Mochten jullie het leuk vinden om vaker te zien wat je met een bepaald malletje kan. Want die Studio Light mallen zijn natuurlijk altijd al super leuk. Maar je hebt meerdere merken waar je meer mee kan dan waar het voor bedoeld is natuurlijk. Dan moet je altijd even een geel geven. Dan kunnen we altijd even kijken of we daar iets mee kunnen. Net zoals ik nu dit filmpje zit op te nemen natuurlijk. Even kijken. Nou, ik haal hem bij de eerste even eraf. Dan pak ik even mijn lijmpje. En dan ga ik heel even over de tape wat lijm doen. Nou hoop ik dat hij het in één keer doet. Zal je net zien? Ja. Zodat hij net even wat meer mee beweegt zometeen. Dat vind ik altijd erg prettig. Dus ik doe eerst één kant. Die zet ik even hierin. Die kan wel alvast. En hier doe ik even met mijn vinger overheen. Dat zijn jullie ook wel gewend van mij dat ik dat doe. Lekker kletteren. En dan plak ik die daar overheen. En wat je ook kan doen is hem even openleggen zo. En dan erop plakken. En dan zo. Kun je altijd nog een beetje schuiven. Dan zit hij mooi recht langs de kanten. Zoals je kan zien. En dan plak je die op elkaar. Zo. Dan hoef je eigenlijk alleen deze kant nog maar even te dicht te plakken. Oh, er komt van alles mee uit mijn prullenbak. En dan plakken we deze ook dicht. Hier doe ik het even met mijn pincetje. Zo en zo. En dan heb je één envelop gemaakt. Even goed laten drogen. Dus je maakt eigenlijk één envelop zoals op de verpakking staat aangegeven. Dat staat hier achterop. Dat staat eigenlijk precies hoe je hem in elkaar moet maken. Ideaal. Hier staat ook dat je als eerste die... hoe heet het? Die sluiting erop moet maken. Ik heb dat als achteraf gedaan. Dat maakt allemaal niet uit, zeg maar. Even lekker met mijn vouwbeen eroverheen. Zodat het helemaal allemaal vast zit. Dan heb je één envelop. Dan pak je één zo'n deel. Er zit een vouwlijn in. En die vouw je eroverheen. Dan kun je ervoor kiezen om hem erin te plakken. Dat is wat de beschrijving zegt. Dan past dat bij mij niet meer. Vandaar dat je dat eerst moet doen. Het is zo opgelost door hem even iets schuiner weg te knippen natuurlijk. En dan past hij wel. Dan kun je hem zo erin doen. En dan plak je hem hierin. Wat je ook kan doen is hem gewoon aan de achterkant vastplakken. Dat is wat ik nu ga doen. Want uiteindelijk komt er toch nog papier overheen. In ons geval. Als je dat niet doet. Als je geen designpapier zou plakken. Dan zou ik hem in de binnenkant plakken. Alleen ik plak er nog designpapier overheen. Dus ik ga voor de makkelijke kant. De makkelijke versie. Deze vind ik te breed. Ik pak even deze. Dit is 12 denk ik. Ja. Zo. Ik heb een pincet liggen, dus ik moet gewoon maar een pincet doen. Zo. En die plak je dan aan de open kant. Dit is mijn dichte kant. Dit is mijn open kant.
aan de achterkant. Dus je maakt eigenlijk één envelop zoals op de beschrijving staat achterop de verpakking van Studio Light. Dat doen we op deze manier. Zo. Dus één envelop maak je zo. Sluiting doen we straks. Dat is nu nog niet aan de orde. Dus dat doen we straks. Die even zo. Dan heb ik natuurlijk zijflapjes gemaakt. Deze twee. Want dit is nou het middendeel. Dit is nu het middendeel. En ik heb van die zijflapjes gemaakt. Hoe heb ik dat gedaan? Dan pak je die twee stroken van die je gesneden hebt. 1 keer 21, half keer 12,5 en 1 keer 21, half keer 13. Die 13 die komt aan je linkerkant, die 12,5 komt aan je rechterkant. Wat gaan we doen? We gaan die strook rillen. En dat doen we op de korte kant. Wat niet meer betekent als dat je de korte kant tegen de bovenkant van je bord aanlegt. En die ril je op 1 en op 2 centimeter. 1 en 2. En dan val je dat om. Eén en twee centimeter. En dat doe je met die andere ook. Maar je moet erop dus opletten dat die 12,5 en de rechterkant van je project komt. En die van 13 die komt aan de linkerkant van je project. Zo. En zo, en zo, en zo. Nou, wat doen we dan? Dan plakken we op die eerste centimeter. Dus dit is 1 centimeter, 2 centimeter. En op die eerste centimeter plak je tape weer. 1, 2. Dus deze is 21,5 keer 13. Die ril je op 1 en 2. Deze is 21,5 keer 12. En ook die ril je op 1 en 2 centimeter. Knip je die hoekjes schuin weg. Zo, van allebei. Altijd goed blijven opletten waar je de brede en de iets minder brede gaat plakken. Ik heb het erop geschreven. Dit is de brede, dat is 13. Ik plak gewoon die envelop. Neem mijn envelop. Die plak ik tegen de eerste rillijn aan. En ook hier zou ik weer gewoon de lijm op kunnen doen. Ik ga het nu even proberen om uit de hand te doen. In zijn geheel. Zo. Dit is nummer 1. En dan pak ik hier de tweede. Deze was dan 12,5 breed. Hè? Die is iets minder breed. Ik ga zo laten zien waarom. En zo kun je zien dat je dus met die mallen kun je echt nog wel leuke dingetjes doen. En die leggen we, ik draai hem heel even om, want dat vind ik makkelijker. Ook weer er tegenaan. Zo. En dan heb ik een soort van drieluik. Deze is de korte kant, die klap je als eerste dicht. En dit is de lange kant en die klap je als tweede dicht. Je ziet dan dat die kortere kant, dat gaat niet tegen elkaar stoten. Dus dan heb je net even wat meer ruimte om weer iets mee te verwerken, zeg maar. Dus nu heb je dus een soort boekje met een envelop in het midden. Zie je? Oh, niet zo om. Boekje met een soort envelop in het midden. Dat was niet zo moeilijk, toch? Dus je maakt één keer in het geheel als envelop. Dan maak je die zijflappen. Nou, dat heb ik gewoon met kracht gedaan. En dit zie je straks allemaal niet meer. Want alles wordt natuurlijk mooi beplakt met designpapier. Dat heb ik natuurlijk hier ook gedaan. Dus je ziet dat allemaal niet meer zitten. Nou, wat gaan we dan maken?
Dan gaan we de halve envelop maken. En deze heb ik gemaakt, die halve envelop, met deze twee delen. Want je had hem vier keer uitgedaan, dus je hebt nog twee delen over. En met de restjes maken we deze pockets. Dus je hebt nog twee delen over. Daar gaan we deze envelop mee maken. Dan heb ik niet van tevoren mee opgemeten hoeveel dat was. Volgens mij 11 was uit mijn hoofd, maar dat weet ik even niet meer. Oh, dat is niet handig. Knoopje erin. Oei. Oepsie. Ja, daar gaan we. Even kijken. Waar zit mijn begin? Daar. 10 heb ik hem zelfs opgemaakt. Nou, dat is duidelijk. Daar gaan we. Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb ze allebei... dit is de... onderkant, er zit een vouwtje, zeg maar. Die vouw ik om. Dus deze vouw ik. En dan snij ik hem gevouwen en wel op 10 af. Dus ik meet vanaf dat dit is het gevouwen randje. Dus vanaf het gevouwen randje, die leg ik op 10 en dan snij ik hem. En dat stukje wat ik overhoud, dat gooi ik niet weg. Dat doe je met de andere ook, dus je vouwt hem. En dan maak ik hem op 10. En dat overgebleven stukje, dat bewaren we weer. Dan is eigenlijk dit hetzelfde als die grote envelop, zeg maar. Dus ook dit gaan we weer als envelopje op elkaar plakken. Dus dat ziet er zo uit en dan plakken we hem zo op elkaar. En dan maken we er weer een envelopje van. Zie je? Zo doen we dat. Dus op de randjes plakken we weer tape. Ben ik in beeld? Ja, ik ben in beeld. Zo. En zo, en doe ik op de andere ook weer. Zo. En hier ook weer. Dan begin ik weer met deze. En deze. Hij wil niet. Maar misschien is het goed. Opa. Chaos. Een pincet gebruiken, want dit is dan de onderkant, zeg maar. Even kijken hoor. Zo ja, dit is de onderkant. Ja. Dus ik doe hier weer even een randje lijm op, zodat hij niet te veel, want anders dan gaat hij druipen. Dat wil ik ook niet. Maar ik wil nog wel een heel klein beetje kunnen bewegen. Vind ik namelijk wel prettig. Dan smeer ik het heel even uit. En ik heb hier aan de binnenkant toch wat geknoeid. Dus moet ik even weghalen. Zo. En dan plakken we die er weer overheen. Die onderste haal ik natuurlijk weer weg. Hier kun je al zien dat die hoekjes afgekant zijn, zeg maar. Zo. En dan doen we dat hier ook weer. En dan eigenlijk net als die grote envelop maak je deze envelop. Plakt het gewoon aan elkaar. Het moet gewoon passen, want je hebt dat gewoon goed afgesneden als het goed is. En dan plakken we dat gewoon lekker op elkaar. Zo. En zo. En dan gaan we die daar ook weer afhalen. En die plak je dan ook weer aan elkaar. En dan heb je eigenlijk zo een envelopje gemaakt. En die past dan hieronder in. Maar daar heb ik twee van die flapjes gemaakt. Zoals je kan zien.
Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. Ik heb gewoon, je hebt er nog twee liggen als het goed is. Deze allebei, de een boven. En de ander aan de onderkant. Vastgeplakt. Hier. Op deze manier. Dat ga ik even vastplakken. Even snel met lijm, maar dat vind ik toch makkelijker. Met een beetje een goede lijm. En deze ook. Het is echt niet moeilijk. Je moet heel even, nou ja, bedenken. Ik wil een boekje maken. Dat is eigenlijk wat ik dacht. Ik denk, nou, wat wil ik? Wil ik nou een envelop? Nee, ik wil een boekje maken. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik het zo. Hopsakee. Dat is één kant. En ik doe hem weer aan die achterkant plakken, zodat aan die binnenkant, zodat dat dan lekker vrij is, zeg maar. Dat ik daar niet... met mijn kaartje ergens tegenaan stoot. En ik doe hem hier ook weer. En doordat ik lijm gebruik, kan ik een beetje bewegen nog ermee. Zo. Nou, dan is dit mijn bovenkant, want hier gaat hij open. Dit gaat dan zo in mijn project. Dan heb ik hier twee gaatjes gemaakt. Ik heb hier niet die rondjes gebruikt. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb gewoon hier en hier, daar en daar twee gaatjes gemaakt met mijn gaatjestang. Die heb ik hier. Dus dat betekent dat ik... Ik heb deze gebruikt. Hier maak ik er één. En aan die kant maak ik er één. Zo. Wat heb ik toen gedaan? Want ik heb hier van die rondjes omheen gedaan. Nou, je hebt van die malletjes. Dat zijn van die reinforcers, heet dat geloof ik. Die heb je van Elisabeth Kraft, heb je die best wel veel. Als je die hebt, kun je die gebruiken. Die heb ik niet. Wat heb ik toen gedaan? Even een stukje papier pakken. Kunnen jullie het zien? Ik heb gewoon uit een stukje papier mijn rondje gestanst. Dezelfde grootte. Toen heb ik een... Even kijken waar die is. Moet ik hem wel even snel vinden. Lekker voorbereid dan. Niet. Ik moet even zoeken. Hier zit hij. Deze, dit is de halve inch cirkelponsje. Dat is een half inch. Even weer zitten, sorry. En heb ik hem in het midden geprobeerd. Het gaatje een beetje mikken in het midden. Zo. En dan leg ik die eroverheen. Op die manier. Dus hoe doe ik dat nog een keer? Ik maak een gaatje. Gewoon met diezelfde gaatjesstang als waarmee ik die gaatjes gemaakt heb. Ik pak mijn halve inch pons of een grotere, dat maakt niet uit. En ik heb dus zelf mijn reinforcer gemaakt. Zie je? En die gaat dan hier overheen. En die pak ik daar overheen. En ik heb deze dan niet beplakt, zeg maar. Deze heb ik dan niet beplakt, de onderkant wel. Ik laat dadelijk even zien hoe ik dit gedaan heb. Dus die plak je er dan op. Of je hebt van die reinforcement ringetjes die je zelf hebt gestanst. Of je hebt ze zelf. Dat kan natuurlijk ook. Ik leg dit weer even weg. Hopsakee. En dan heb ik van dat... ik heb nu even dit lint. Een beetje, dat is gewoon wit lint. Ik denk een centimeter of... 40. Dan ik doe gewoon erheen halen. En omdat ik deze kant beplakt heb met papier, kan ik dit gewoon vastplakken. En dat doe ik aan de andere kant ook. Wel van buiten naar binnen.
plak hem aan de binnenkant dicht. En zo. En dan strikken we hem dicht. We moeten even goed kijken. Dit is de bovenkant. Ja, als je dat allemaal beplakt hebt, dan ziet dat er super leuk uit natuurlijk. Nou, zit lekker te klungelen. Dat doe ik ook wel eens, klungelen. 1, 2 en hoppakee. En die plaats ik dan hier onderop. En dat heb ik gewoon vastgeplakt met tape. Ik heb eerst papier geplakt op de envelop, zeg maar. Op die envelop. Tot ongeveer, het hoeft niet helemaal zonder van je papier. Maar wel dat het niet er tegenaan stoot, maar dat hij er net even onder valt. Dus die plak je hier. Ik zal hem nu niet vastplakken, want dat vind ik dan zonde, zeg maar. Voor als ik het, de basis zelf nog een keer ga gebruiken. Of misschien wel weggeven aan een of gene. Dus dat is dit envelopje aan die kant. Ondertussen wordt het wel een beetje chaotisch op mijn bureau. Dat geeft niet. Dan hebben we deze twee. En daar maak ik die pockets mee aan deze kant, zeg maar. Maar ik moet ze heel even op maat snijden. En dat heb ik ook weer niet opgemeten van tevoren. Dus dat ga ik even doen. Dit is uiteindelijk geworden 10 bij 10 volgens mij. Ja. Nou, wat doen we dan? Dan doe je deze weer vouwen. Ik leg deze even aan de kant. Dus dat vouwtje, dat vouw je weg. En dan doe ik hem weer op 10. En ik draai hem om en ook op 10. En dan ik hou hem nog steeds gevouwen. Ik heb twee pockets van 10 bij 10. Zie je? Dan valt dit stukje weg en dit stukje weg. Nou, dat doe ik met deze ook. Dat is het stukje wat we nog over hadden. Waarom zouden we het weggooien? Weggooien doen we niet aan. 10 bij 10. Nou, ik moet mijn mesje vervangen, zie ik. Dat is beter. Dat kan bij het oud papier. Dit zijn ze. En dit is hem. Ja. Dan pak je die strookjes. Je hebt 4 strookjes heb je nodig. Dus van 10 keer 2. Nou, we hebben allemaal wel wat restjes liggen van dat kraft. Of een andere kleur. Wat je kan natuurlijk alle kleuren basis gebruiken die je wil. Dus dit is 10 keer 2. En die vouw je gewoon doormidden. Dus gewoon dubbel. Je zou hem kunnen rillen. Heb ik niet gedaan. Je ziet er dadelijk toch niks meer van. Dus waarom zouden we moeilijk doen? Ik vouw ze gewoon zo dubbel. En anders rillen we ze op 1. Dus dat gaat zo. Gewoon op 1 centimeter. En dan gaat het wel wat gemakkelijker. Dat moet ik wel zeggen. Laat ik maar niet eigenwijs doen. Laat ik ze maar allemaal rillen. Op 1 centimeter in de hele lengte. Dus je legt de korte kant weer aan. Zo en zo. Hoppakee. Ik heb hier mijn vouwbeentje nog liggen. En dan vouwen we ze even allemaal. Die had ik al gedaan. En deze vouw ik ook even. Zo. Ik hoop dat het filmpje niet te lang wordt. Maar goed, het is nog best wel een projectje. Wat doen we dan? Die leggen we, die plakken we aan die andere zijkant. We hebben al 1 flapje. En die andere gaan we dus hier plakken. Dus we gaan op al die kantjes gaan we nu tape plakken. En dat doe ik ook op dit randje. Dus ik plak hier op beide randen plak ik tape. Hier en hier. En op dat kleine randje hier ook. En dat doen we met alle 4. En ook die andere pocket, zo gezegd. Welke kant maakt niet zo heel veel uit, want dit zie je dadelijk toch niet meer, joh. Dit valt eigenlijk allemaal weg.
Zo. En dan heb ik hier nog één rondje waar ik deze van moet doen. En zo. Nou, dan knippen we nog even die kantjes schuin weg. Hier is die al aan één kant, hè? Dat was van je mol. Dan doen we dat hier ook nog. En hier ook. Zo. En van deze dingetjes knippen we allemaal van die speerpuntjes. Zie je, dat ziet er dan zo uit. Dus doen we ook met aan alle kanten. De schaar begint een beetje te plakken. Ze zeggen dat dat niet gebeurt bij deze schaar, maar uiteindelijk gebeurt dat toch. Ook bij de Tim Holtz schaar. Zie je? Hij blijft echt een beetje plakken. Je moet er alles mee kunnen knippen, zeggen ze. Dus zo. Doe dit weer aan de kant. Neem ik even een slokje drinken tussendoor. Nou, dan heb je deze. Dat is je onderkant. En dan doen we de twee zijkanten. Doen we nog deze even in blokken. Dat is zo en zo dan. En dan de andere kant ook. Dus dan heb je aan drie kanten heb je een flapje. En dan ziet dat er zo uit. Nou, die plak je hier in je mapje. Maar ook dit doe je eigenlijk pas weer als je je designpapier geplakt hebt. Dat heb ik ook gedaan, zie je. Ik heb hier eerst mijn designpapier geplakt en toen heb ik die twee flapjes erin gemaakt. Dan heb ik hier nog een half cirkeltje uitgestanst. Hoe doe je dat? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Ik meet hem heel even op. Nou, het is dus 10, dus de helft is 5. Dan zet ik even een streepje. Dan pak ik een cirkelstans en dat maakt niet zo heel veel uit welke. Ik heb hier de, ik denk dat dit de 1 inch is. Ik weet het niet zeker. De half inch heb ik net gebruikt. Nou, dan zoek ik dat midden op en dat middelste, er zitten 3 puntjes in zo'n stans. En dat middelste puntje is het midden. En dan helemaal is zo natuurlijk, dat wil ik niet. Ik wil mijn klein hoekje en dat puntje moet een beetje in het midden zitten. Nou is dat altijd een beetje gokken natuurlijk. Maar ik vind dit wel een goede stans en dan heb ik hem eruit. En dan heb je toch een soort van, dat je hem iets makkelijker te pakken krijgt, zeg maar. Nou, deze kant ook nog even doen. Gaan we dus nog niet erin plakken. Dat is zonde. Ik zorg dat hij aan de onderkant aansluit. Boven maakt niet zoveel uit. Zo. En aan de andere kant ook. Zo. En dit ziet er dan zo uit. Nou, en dan ook hier even het midden weer uitmeten. 5 centimeter, gewoon een puntje. Ik zoek hem weer op in het midden. Dat is daar ongeveer. En ik vind dit een mooie maat. En dan past hij hier. Nou, dan meet je hem even op het oog. Ik heb hem aan de zijkant laten aansluiten. Dus aan de linkerkant laat ik hem aansluiten, zo. En de bovenkant laat ik even een centimeter of een halve centimeter over. En dat heb ik met die andere ook gedaan. Dus nou hier een half, daar een half. Zoiets is het. In het midden zelfs 1, geloof ik. En dan krijg je dus dit. En dat ziet er dan zo uit. En hier zitten dan gewoon kaartjes ingeschoven. Ik hoop dat die duidelijk is voor zover... Dus dit en dit haal je nog uit een envelop. Dus zo'n envelop heb je dan dubbel gemaakt. Het twee stukken uitgesneden en haal je dan dit nog uit. En dit gedeelte gaat hierin. En die gaan hier. Dus dat is dit gedeelte. Dan ga ik even een beetje opruimen, zodat ik met mijn volgende gedeelte aan de gang kan. Even kijken.
Die kant, nou, wat heb ik daar gedaan? Daar heb ik zeg maar die pockets gemaakt hier. Dat zijn die pockets. En daar heb ik dus deze stans voor gebruikt. Dat is deze. Deze. En die heb ik twee keer uitgedraaid. Dus die stans draai je twee keer uit. Dat is die. En dat is die. Even dit zo aan de kant. Wat doe je dan? Dan snij je het bovenstukje snij je weg. Dus dat is dit deel. Dat flapje. Dat kun je wegsnijden. Want dat hebben we niet meer nodig. Dus je legt hem op je bord eventueel. En dan leg je hem... Oh, die drillen snijden. Precies op dat randje snij je hem af. Dus dit stukje hebben we niet nodig. Dat doe je bij allebei. Hoppakee. Zo ziet dat dan eruit. Dan gaan we die mal vouwen. Ik maak die vouwlijnen vast. En hier ook. En eigenlijk is dit niet zo hele moeilijke. Ik maak die vouwlijnen ook vast. En deze maak ik ook vast. Even goed kijken waar die vouwlijntjes zitten en alles gewoon vouwen. Want dan gaat hij zo dicht. En dan heb je die pockets gecreëerd en dat past dus precies hierop. En eigenlijk plak je er dus gewoon twee boven elkaar. Dan heb je eentje die iets in de midden is, die wat smaller. Je doet hem eerst even goed vouwen. Zo. Ik vouw die kleine stukjes. Je wilt die nog wel eens wat minder goed rillen. Zo, nu heb je hem goed gedaan. Zo. En zo. Nou. Wat doe ik dan vast? Ik plak vast tape op die randjes. Ik plak ze nog niet dicht, maar ik plak er wel vast tape op. Want dan... heb ik alvast... als ik straks designpapier geplakt heb, dan kan ik alvast... kan ik het daarna direct vastplakken. Dat is de bedoeling. Zo en zo. En dan die. Hoppakee. Dus dan... ziet dat er zo uit. Dan gaan we die gewoon hier inplakken. En hier hoeven we niet eerst designpapier, want dat plakt er zo overheen. Dus ik ga het hem gewoon op erop plakken op mijn buitenkant. Ik doe dat even met lijm. Alleen al doordat ik nog kan schuiven. Zo. Dus die plak ik hier. En dan ga ik gewoon zo schuiven. Even goed kijken. Zodat mijn randjes aan de zijkant, dus aan de rechterzijkant, gelijk liggen. Als die aan de binnenkant, hoeft hij er niet helemaal tegenaan. Maar aan de buitenkant wel. Want dan blijft hij nog lekker vouwen. En dat is de bedoeling. Dat hij lekker blijft vouwen. Even goed mijn lijm aandrukken. Zo. Dus dat is één. En die andere plak je er gewoon overheen. En die zorg je dat hij aan de bovenkant goed aansluit ook. En dan zie je, hij is een fractie valt hij er overheen. Zou het kunnen snijden? Ik heb zoiets, dat hoeft niet. Je zou de bovenkant kunnen snijden en hem dan erop kunnen plakken. Ik doe hem hier, zodat dit vlakje kleiner wordt. Ik wil namelijk het bovenste vlakje niet kleiner hebben. Als ik dat zou doen, zo, dan zou ik het bovenste vlakje af moeten snijden. En dan zou de bovenste pocket korter worden. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk liever dat deze pocket dan kleiner wordt. Dus ik pak hem er gewoon overheen. Je kan er ook voor kiezen om deze pocket weer af te snijden, zodat hij wel stotend er tegenaan komt. Maar goed, je ziet daar dadelijk niks meer van hoor. Dus zo.
erin lijmen. En dan ga ik weer vanaf de bovenkant nu kijken. Langs de bovenkant alles goed vast zit. En ook weer langs de zijkant. Dan plak ik die erop. Hoppakee. Nou, uiteindelijk ga je dus hier designpapier plakken. En dan gaan deze plakje vast. Zie je? Zo, zo. En zo. Even, ik heb vingers tekort. Even naar boven toe. Zo. En dan heb je al deze. Kijk, dit moet nog even goed vastzitten. Dan krijg je overal die pockets. Waar je dan overal dit soort dingetjes in kan stoppen. Kaartjes, stickers, noem het maar allemaal op. Je kan er nog envelopjes in doen. Zakjes kun je erin kwijt. Van alles en nog wat. Nou, ik ga ze nu niet dichtplakken, want ik plak altijd eerst designpapier. Je kan in zijn geheel een designpapiertje plakken en hem dan dichtplakken. Dan heb je overal dezelfde. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het om en om gedaan. Groen met een drukker designpapiertje. Maar je kan hier ook in zijn geheel papier plakken en hem dan... Misschien ga ik dat met deze wel doen. Wie weet. Dus, nou, dat is dus deze. Dan hadden we die hier. Hier een pocket en daar een pocket. Dus dan zijn we al echt wel een eind op weg, hè? Even kijken. Valt allemaal best mee, hè? Je kan echt wel meer met zo'n mal dan alleen één simpele envelop maken. Ik ga even kijken. Wat heb ik nog meer om te laten zien dan? Oké, de sluiting. Dat is deze. We hebben er als het goed is nog eentje over. Nog één zo'n geschulpte rand. Of je gebruikt iets anders. Dat kan ook. Dat vouw je. En eigenlijk heb ik die gewoon. Ik ga dit even aan de kant doen. Die zit al vast. Over die zijkant heen geplakt. Zie je? Wat doe ik dan nog? Ik ga dus. Dit is een centimeter. Dus ik moet vanaf deze lijn. Vanaf die bestaande vouwlijn. Moet ik nog op 1 centimeter nog een keer rillen. Dus dat meet ik even uit. Waar zit die centimeter? Ik doe hem even zelf zo vouwen. En dan vind ik het makkelijker om te zien. Een dunne potlood. Hier zo. Dit is 1. En hier beneden nog op 1. Het is hem net niet in zijn geheel, zeg maar. Ik bedoel net niet naar de randjes toe, zeg maar. Het zit net voor het hoekje. En die ril je dan ook nog een keer. Dus die leg ik op mijn lijn. En dan opletten dat je niet gaat snijden, maar gaat rillen. Die leg ik op mijn lijn. Ik kan hier natuurlijk niks meten, vandaar dat ik hem even uitmeet. Door die schulpjes kun je niet zo lekker meten. Nou, dan heb ik nog een rillijn gemaakt. Zo. Dan heb ik nu dit. Zo. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om dit af te snijden. Maar dit geeft meer stevigheid. Nou, dan bepaal je ongeveer waar je hem wil hebben. En dan leg je hem gewoon eroverheen. En ik heb hem dan... in mijn project op die zijkant vastgezet en op die achterkant vastgezet. Gewoon met lijm of met tape, wat je het makkelijkste vindt. Dus je maakt er een extra rillijn in om die sluiting te maken. Nou, die leg je daar gewoon omheen. Heb je misschien even geduld nodig om hem goed te laten drogen. Misschien toch beter tape kunnen gebruiken. Ik draai hem even in zijn geheel om. Zie je, ik zit ook vast te klooien. Maar nu gaat het wel. Ik weet nog niet of ik precies het midden heb gedaan nu, maar... En die valt er dan zo overheen. Nu zit er niks, geen vulling in. Dus nu
heeft hij niks te houden, zeg maar. Hij had misschien iets naar beneden gemogen, maar goed. Je kan hem ook uitmeten natuurlijk, als je dat fijn vindt. En dan heb je zo die sluiting gemaakt. Nou, bij mij blijft hij uiteindelijk iets omhoog staan, omdat je natuurlijk gevuld hebt. En dan blijft, maar ik vind dat niet erg. Ik vind dat altijd wel een mooi gezicht. Dus hij zit nog niet in zijn geheel vast, dus ik moet even geduld hebben. Zo. Dat is dan je sluiting. Dus die maken we ook weer van diezelfde mal. Even goed zorgen dat hij goed aangedrukt zit. En ook niet dat hij gaat scheuren, want dat is natuurlijk niet fijn. Hoppakee. Zo. En die zit dan hier. Zo, zo. En dan die pockets, die zitten nog hier aan die binnenkant. Hoppakee. Nou, wat ga ik dan nog laten zien? Dan ga ik nog laten zien hoe ik deze heb gemaakt op mijn sluiting zelf, zeg maar. Daar heb ik die rondjes voor gestanst. Dat zijn deze. Even kijken waar mijn stans is. Hier is mijn stans en dat is dan deze. Deze komt uit deze set, hè. Het is echt een bende aan het worden. Deze set, daar zit dit rondje ook bij. Twee rondjes. Die heb ik dan voor de buitenkant één keer gebruikt. En hier één keer gebruikt. Nou, dit zijn mijn rondjes. Wat heb ik gedaan? Ik heb hem eerst opgelegd. Zo. Toen heb ik bedacht, hier moet het rondje komen. En in dit geval heb ik een andere apparaat gebruikt om een rondje te maken. Even kijken, heb ik de grootste erin zitten? Ja, de grootste zit erin. Heb ik dat gedaan? Dit is hem. Ik heb hier, ik heb een heel klein stukje van een snijmat. Dit is een snijding. En dan maak ik even het rondje. Nou, dat was niet zo netjes, Sandra. Maar dat maakt niet uit, want deze valt eroverheen. Zo. En die andere komt aan de binnenkant. Zo. Maar ik heb hier eerst, het hoeft niet, wat je zelf wil, hè. Ik heb er een eyeletje doorheen gemaakt. Zie je? Pak gewoon een eyeletje uit je voorraad. Nou, die heb ik hier. En die grote eyelets, die gaan er gewoon goed doorheen. Ik heb hier een gouden, die gebruik ik niet zoveel, dus die pak ik even. Maar die bronzen is ook wel leuk een keer. En die past er dan precies in, zie je? Die grote, ik weet even niet welke maat dat is. Dan pak ik mijn eyelet tang. En dan geef ik een knijpje en dan zit die vast. Zie je? En die gaat dan daar zo overheen. Dus dan plak ik aan de zijkantjes, heb ik tape geplakt en dan plak ik hem er zo overheen. En dat doe ik dus aan de andere kant ook. Dus hier komen aan één kant eentje. En aan de andere kant de andere. Gewoon om het af te werken. En dan heb ik met lint. Ik heb hier weer wit lint liggen. Ik heb het gewoon eromheen gedraaid zo. En bedacht hoe lang moet het zijn. En het lint heb ik gewoon op de achterkant vastgezet. Dus ik heb hem eerst dichtgestrikt. Ik doe eerst dit. Natuurlijk heb ik hem eerst bekleed. Hè? Dus ik heb hem eerst bekleed met allerlei leuke dingen. En dan als laatste, voordat ik de achterkant beplak, doe ik dit. En ik doe het lint. En dan doe ik op de achterkant, zet ik hem vast met een tapeje. En daarna plak ik er papier overheen. Dus dan is dit allemaal weggewerkt. En dan zie je alleen dit nog. Ja, je ziet hem hier onderuit komen en daar onderuit komen. En dan kan je hem door die sluiting heen halen. Dus wat dat betreft de rondjes. Die doe ik dus hierop en op de achterkant.
Dat heb ik hier ook gedaan. Hier zit een eyelet doorheen. En hier zit ook een eyelet doorheen. Nou, zoals je kan zien heb ik mijn schulprandje netjes afgewerkt. Met een stukje designpapier. Maar hoe doe je dat nou? Want ja, je wil natuurlijk ook nog dat randje designpapier zien. Zoals je hier ziet. Wat doe je dan? Je snijdt nog een keer gewoon je schulprandje uit. Dan vouw je hem om. En dan snij je hem een halve millimeter af. Ik moet er even ruiken voordat ik het weer kan laten zien. Die weg, die weg, die weg. Die. Die ook weg. Nou, dan pak ik even mijn snijapparaat. En dan leg ik de bovenkant leg ik aan. En dan een halve centimeter vanaf die vouwlijn, zeg maar. Zo snij ik hem even weg. En dan hou je dit over. Nou, dit gaat weg. Dan is dit al een halve centimeter kleiner, zoals je ziet. Alleen aan die zijkantjes natuurlijk niet. Want die zijn nog gelijk. Dus doe ik van die zijkantjes. Knip ik gewoon uit de hand. Met een schaartje knip ik het gewoon ook even. Halve rond weg. Zo, en aan de andere kant doe ik dat ook. Zo. Want dan gaat hij namelijk super mooi aansluiten. Aan de andere kant kun je het bij, denk ik, beter zien. Ik heb hem nu iets te veel gedaan, denk ik. Ik heb een halve centimeter, ik heb 1 centimeter gedaan. Het is dus een halve centimeter. Ik heb op 1 centimeter gesneden, dat was niet handig. Je moet dus een halve centimeter snijden. Ik heb niks meer liggen. Nee. Nou, een halve centimeter dus wegknippen, wegsnijden en dan knippen. Dus vanaf die vouwlijn een halve centimeter. En dan heb je dus, je kan hem ook uittekenen. Dat vond ik onhandig, dus dat heb ik niet gedaan. En ik heb ook scheef gesneden, dus dat is niet handig. De tip is dus, snij hem al nog een keer uit en maak hem iets kleiner. En dan aan de rechterkant snij je hem een halve centimeter kleiner. En dan moet je die zijkantjes even bijknippen. Wegknippen. Ik hoop dat die... ik denk dat jullie die wel snappen, zeg maar. Even kijken. Nou, dat was die met die rondjes. Dus deze en deze gaan dan hierop. Ik weet niet waar ik hem nou zo vaak heb uitgedraaid. Maar goed, je kan ze altijd nog wel gebruiken. Dan heb je zeg maar nog deze sluiting. Nou, wat heb ik daar gedaan? Dan heb ik diezelfde rondjes gebruikt. Maar daar heb ik weer mijn andere rondje bij gebruikt van... Nou ja, het gaat lekker jongens. Van die halve inch. Daar heb ik weer een rondje mee geknipt. Die heb ik er toen opgeplakt. Met mijn prikpen een gaatje ingeprikt. En die heb ik met een bret. Want mijn brets, ik heb alleen maar deze brets en die vallen hier doorheen. Dus dat is gewoon niet handig. Als je grote brets hebt, kun je gewoon dit gebruiken. Maar die van mij vallen er doorheen, zoals je kan zien. Weet je, dat schiet niet op. Dus ik heb het anders gedaan. Ik heb hem vastgeplakt. Ik heb er een bretje doorheen gestoken. Toen heb ik er op de achterkant een stukje 3D-tape achtergeplakt. Dus foamtape, dat hij iets omhoog komt. Hier kun je dat zien, hij komt iets omhoog. En onder dat foamtape heb ik een touwtje gehangen. En aan dat touwtje heb ik een beeldje. Gewoon voor de leuk. En toen twee tegenover elkaar. Dus die andere komt hier. Nou, dan kun je zelf bepalen waar. En dan kun je dat touwtje er zo omheen draaien. En zo heb ik deze sluiting gemaakt. Even nadenken. Wat kan ik dan nog meer laten zien? Ik denk dat het wel duidelijk is voor jullie. Ja. Als jullie vragen hebben, kunnen ze je gewoon hieronder stellen. Dus dat is geen probleem, zeg maar. Ik heb hier deze. Nou, die stansie zit er ook bij. Hè. Dat is, deze stans zit erbij, deze zit erbij. En die heb ik gewoon op elkaar geplakt. Toen heb ik links en rechts ook een gaatje geprikt. Zie je? Hier zo. En ook een bret erin gehaald. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Stempeltje erop met een tekst. Het kan een titel zijn, het kan de naam van iemand zijn, wat je leuk vindt. Notes is ook zo'n leuke.
Ik heb hem op de voorkant ook gebruikt. En hier dus ook. Dus zo kun je dit gebruiken. En dan plak je die er gewoon bij. Nou. Ga ik hier nog even laten zien wat ik gebruikt heb. Even kijken. In die pockets heb ik gedaan. Nou, ik had deze mal en deze mal gebruikt. Nou, die zitten in die set erbij. Die zitten er gewoon bij die set bij. 1, 2, hij plakt vast. Zie je, dat zijn die en dat is die. Alleen ik heb er eentje rechtop gebruikt. Omdat het een best wel hoog model is, kun je dat best daarvoor gebruiken. Dus die heb ik erin gebruikt. Dan heb ik nog wat leuke dingen van Gummijapan gebruikt. Zoals dit stansje. Dat vond ik wel leuk, omdat het een notes iets is. Love notes. En dit is een beetje uit een soort van klapblokje. Dan heb ik dat stansje gebruikt. Dat is deze stans. Zo ziet hij eruit. Superleuke stans. Hij heet Utrivencida. En dit is het nummer. Hij kost 4 euro. Superleuk standje. Ik heb gewoon van mijn kleine blokjes de titel van het blokje eruit gesneden. En die hierop geplakt. En dan past dat weer superleuk bij mijn, project. Die zit hier. Die zit hier. Hier zit nog een stempel van Gummijapan. Dat is deze. De to-do list. Vond ik ook wel heel erg leuk. Omdat het weer met notes te maken heeft. Noem het maar op. Dat is een stempel van Gummijapan. Nou, die kost 3 euro. En dan is dit het nummer ervan. En is gewoon hartstikke leuk om bij te stoppen in zo'n mapje. Dan heb ik nog van die cirkeltjes gebruikt. Dit zijn van de etiketten, hè, van Kimia. Deze is bijvoorbeeld zo leuk. Is echt een heel leuk stickertje. En nou, Kimia heeft ook van die ronde kraftetiketten, die heb ik daarvoor gebruikt. Daar heb ik gewoon een ander rondje op geplakt. En daar heb ik de sticker op geplakt. Toen dat gaatje overnieuw geprikt, touwtje er doorheen en hem gewoon weggestopt. Gewoon over de leuk. Zo leuk. Zo leuk toch? Dan heb ik hier nog een leuk standje van Gummijapan gebruikt. En dat is deze. Die er even wegstoppen. En deze. En het gaat dan om die buitenste, zeg maar. Dit zit bij het papier van de Love Notes. Nou, ik heb dat gemat op groen papier. En daarna heb ik ze op deze die geplakt. De Old Letter heet dat. Dat is deze. Zitten er 3 in. En ik heb er hier 2 gebruikt. De kleinste en de middelste. Ja, en dan snij je dus zo leuk, hartstikke leuk een papiertje uit. En een oud papiertje met van die scheurrandjes eraan. En dit is het nummer. De Old Letter heet dit. En die kun je hier weer super leuk voor gebruiken. Nou, hier heb ik nog een keer zo'n etiket gemaakt. Maar dan zo'n kraftetiket gebruikt, maar dan met een andere sticker. Especially for you. En dan een beetje in zwart, want soms moet je ook wel wat anders gebruiken. Even nadenken. Dan heb ik die kaart heb ik ook nog wat leuks op gebruikt. Laat ik ook nog even zien. Dit is die kaart. En daar zit natuurlijk ook weer een sticker in met liefde. Vond ik wel heel erg passen bij, bij het papier weer. Nou, Love Notes. Weer een lintje. En hier heb ik dat envelopje. Dat is deze. Ook van Gummia. Dat heet de Old Envelope. Dus dat past ook weer allemaal hierbij, zeg maar. Zie je? En dat is dit nummer. D191202. Dat is echt een superleuk envelopje. Dat is dit envelopje. Dit envelopje. Dat is een setje van Studio Light weer. Dat is deze. Die heb ik voor mijn verjaardag gehad van mijn lieve vriendin. Superleuk, zit ook allemaal stempeltjes bij. En dan het kleine envelopje. En dan kun je allemaal die kaartjes kun je dan uitstansen. Zie je, dit is dan dit kaartje. Er zit dan ook een stansje bij. Hartstikke leuk om op een project te gebruiken. Nou,
volgens mij ben ik er dan wel. Het is toch nog wel een heel filmpje geworden, denk ik. Ik hoop dat jullie hem begrijpen. Mochten jullie vragen hebben, dan weten jullie mij natuurlijk te vinden. De mal is natuurlijk verkrijgbaar gewoon. Hartstikke leuk. Ik vond het super leuk om er wat anders mee te doen dan alleen maar één simpele envelop te maken. En ik denk dat dat wel gelukt is. Ik vind hem zelf echt onwijs leuk geworden. Dus ik ben er wat trots op. Nog even een bestemming vinden. En nou ja, ik denk dat ik er nog één ga maken, want die ligt hier al klaar. En dan ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik hoor dat graag. En ik zou zeggen, tot een volgende keer maar weer. Doei doei!